De namenlijst van de 50 gevangenen die vrijkwamen bij de beroemde overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden op 8 december 1944 is compleet. Het Verzetsmuseum Friesland kreeg pas geleden een foto van de gevangenen waarvan tot nu toe bij het Verzetsmuseum niets bekend was. Het gaat om Joop Veller. Hij zat vanaf 1942 ondergedoken bij de familie Kuipers van der Veen in Burdaard. Veller werd op 8 december 1944 gearresteerd. Tijdens de overval werd hij samen met nog twee mannen door de Sicherheitsdienst in het huis van bewaring binnengebracht. De overvallers overrompelden de SD'ers en sloten ze op in een van de cellen. In totaal bevrijdde het gewapend bezet die bewuste avond 50 gevangenen. 42 waren bekend en stonden op een lijst. En 8 gevangenen waren toevallig die dag binnengebracht. Joop Veller was een van die 8. De overvallers namen ook gevangenisbewaarder Tiemersma mee. Daarmee kwam het aantal personen dat meegenomen werd uit de Blokhuispoort op 51. Overigens is de tentoonstelling De Grote Ontsnapping in de Blokhuispoort verlengd tot en met 8 mei. Het is een bijzondere expositie over de beroemde overval op deze gevangenis met als centraal thema ontsnappen. De Grote Ontsnapping, een initiatief van het Verzetsmuseum Friesland, is te zien in 3 zalen, oude werkplaatsen in de gevangenis.